cells committing suicide one by one. I shall be out directly. Hold up. Hey, welkom bij Beleg Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk schietspel. Laten we maar eens beginnen. Met Kaskevin. Aha. Continue. Tot zo dadelijk aan het laden. Oké. Okay. We moeten blijkbaar Clippy volgen. Gewoon een vorige keer. We kwamen vorige keer langs deze dingen. Pandora, handsome Jack here, offering $1,000,000 to whoever brings me the head of the vault hunter who just arrived in Liarsburg. Oh, and I'm still offering a reward for Roland, the mass murdering leader of the Crimson Raiders. Good hunting, bandits. Cool, wat die geopend. Shit, we hebben nog niet meer beschieten. Ah, dat is een kut wapen, dat is daar. Dit is een beter wapen. Oei, joh. Zeg hem. Stomme. Doe die munch. Voilà, zeg. Die bloody munch heb ik al. Maar Clippy, jij hebt toch geen oog? Hey, Hammerlock! Spectacular! First Captain Flint's bandits attack, then Claptrap shows up. I must have been horrifyingly cruel to puppies in a previous life to deserve this kind of treatment. I say, Vault Hunter, could you kill Flint's men for me? Gaan we openen. Oei, sorry Clippy. Oh, 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 oh. Zit er nog iemand? Oh, daar, achter die muur. Oh, die is ook al kapot. En die dan nog? We hebben het toch goed gedaan, hè? Wat is mijn spaar? Holy shit. Voilà. Zeg hem, wat is mijn spaar staan? Hier nog? Ben ik ook al tegen mij? Allee, hier blijven. Maar laat ze. Ik ben daar nog. Voilà, dat hebben we ook al. This ain't over, Grinder! Hey, Hammerlock! Since my minion just saved your town, you want to do your bestie Claptrap a favor and repair my eye? Yes, I suppose I am in your debt now, aren't I? Come to my shack and I shall restore Claptrap's sight. First, I shall shut off the electrical fence for you. Please stay back, Vault Hunter. Let Claptrap go first. I knew Hammerlock would come around eventually. Me and him are like two peas in a pod. Two bullets in a bag. Two cannibal midgets in a fat guy's ribcage. Apologies, but when Claptrap speaks, I feel my brain cells committing suicide one by one. I shall be out directly. Oké, dat is nu het nadeel van een antrik. Staat er duidelijk op een uitroepteken dat er aan een trick kan hangen. Wat doe Clippy? Die gaat daar gewoon in. Wel die raam die schrapen ook. A pleasure to meet you, Vault Hunter. I am Sir Hammerlock. At your service. I came out here to research the bully moles for my almanac, but Captain Flint's men trapped me on this glacier. Many thanks for disposing of them, by the way.
to survive a direct run in with Handsome Jack and defeat Captain Flint's bandits? Unheard of. I'm headed to Sanctuary myself. From what I hear, the Crimson Raiders there could use a hero like you. Now, you could hand me the robot's eye, please. Now, I need only connect this to this, and... That should do it! Ha ha! I am alive! Oh dear, he's talking again. Megan! Now I've got my eyesight back! And you're far uglier than I remembered! Time to join up with the Crimson Raiders in Sanctuary! This glacier's full of nothing but murderers and jerkbags! Like that Hammerlock dude! I'm standing right here, dude. Now that Lyersburg is cleared, I might as well turn on the main power! This town's full of things that may be of use to a go-getting slayer of men like yourself. Minion, roll out! I see our fearless leader Jack is looking for you. Charming fellow, isn't he? Spouts drivel about bringing peace to the frontier, then shoots unarmed men, women, and children like it was going out of style. Ah, I'm spouting exposition again, aren't I? Apologies! Ah. Okay. Nee, gaan we even die missies aanpakken zo. Bounty Vault's broken. Resistance must have disconnected it before they left for Sanctuary. I'd planned to post some jobs for you. Oh well, just speak to me instead. Oké. Waar moeten we nu die missie aanpakken? Ah, bij Clappy. Flint and I had a gentleman's agreement in the past. I give him the loot from the bodies Jack ditches in the glacier. He promises not to torture me for hours at a time. Then he does it anyway. But that ends today. We're gonna take him out, steal my ship back, and sail to Sanctuary. Let's go this way. Here's what's gonna happen, Vault Hunter. My first mate, Boom Boom, is gonna kill ya. Jack's gonna pay us. And I'm gonna play hopscotch in your cavity. Ik wil zien met die map, maar hoe pakt hij hier eigenlijk map? Ah, zo dus. Te zien. Dat is level 3. En dat is level 3. Ik wil deze pakken. Oké. Okay. Ja, mensen, dat gehoord zijn de buren. Daar kan ik niet veel aan doen. Oké, ik moet naar beneden gaan. Hier een wapen. Oh. Hier een wapen. Nee, niet bij mij. Ik heb geen kongels meer. Dan moet ik deze wapen pakken. Maar die ziet hij zo weinig. Ah, dit is er ook al aan. En die dan nog. Ah, we hebben 24 kogels. Ik weet niet hoe we daar aangekomen zijn, maar in ieder geval we hebben die kogels. Ah, wassen. Nou, het is wapen ook oppakken. Kunnen we altijd verkopen als die niet goed zijn. Want dan moet ik hebben goede wapens. Met mijn camera aan het geven. Dat is beter. Oké. Okay. Laten we maar terug naar boven gaan ergens. Ik weet dat moet ik eigenlijk doen voor de voorbereiding, maar was het niet gezien. Alleen ik had het niet gezien, ik zal het zo zeggen.
Hoe ga ik hier naar boven? Ah, dat is de hier. Ik was al aan het denken, hoe ga ik hier naar boven? Deze kapot krijgen. Deze hier kapot slagen ze. Klasse. Dan gaan we hier naar daar ze. Dan belandt dat daar toch bij Hammerlock. Voilà, die kan ik al intoornen. Bij Hammerlock. Hammerlock blijft staan. Oké. Please make Captain Flint's death as prolonged as possible, would you? If you're to survive out here for any length of time, you'll need a better shield. I humbly suggest paying a visit to the old Crimson Raider safe house. You'll need to take the elevator up there. Welke dingen zijn we moeten pakken ook? Allee, welke missie? De volgende keer, want ik doe één missie per video. Anders wordt de video veel te lang. Want sommige missies duren ook weer, weet niet hoe lang hier, dus. Even zien. Dat is level 5, level 3. Dan pakken we die. Dat is level 5, level 5. Dus we gaan eerst die pakken. Level per level werken, want als je level 5 pakt, dan is dat weet niet hoe moeilijk ook. Maar je hebt dan wel een voordeel, je levelt wel rapper dan. Maar je zet er ook al rapper aan. Dat is wel het nadeel. We kunnen maar één wapen pakken. Maar wat wapen was nu het? Ah, deze wapen schiet slecht. Dan gaan we dat veranderen naar die shotgun. Al te handig dat we die hebben. Dus kan ik nog niks doen. Die moet dan eens even pakken. Zo. We gaan er maar een paar op klikken, want. Dat levelde ook. Dat levelde je ook rapper. Maar zeg, ik ga weer al niet op mijn woorden komen. Oké, maar dat is al veel te veel, dus. Laten we maar stoppen voor vandaag. Mensen. Ik hoop dat jullie er een leuke video van vonden. Laat altijd vast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En dan zeg ik tot de volgende sheet of volgende game. Dag!